En wij gaan even een koffietje drinken. En dan ga ik even naar de kapper. Haar al gewassen. En het is super slecht weer. Het regent echt. Ik had kaartjes voor Mustafa de Poet in Parijs. But we didn't feel like going anymore. Dus ik ga kijken of ik iemand blij kan maken. Heb je al gekeken of ik iemand blij ermee kan maken? Ja. Volgens mij om 6 uur al. Over een half uurtje. Ja, maar ik denk dat hij 7 uur op moet passen hoor. Sorry, ik heb liever dat ik die kaartjes aan iemand geef dan dat ze hier blijven en dat ik er gewoon niks mee doe. Wat heb jij? Caramel macchiato. Oh, I have the same thing, want pumpkin spice was sold out. I love my hair. Ik heb even heel snel mijn haar gefeund bij Salon Mahair. Ik dacht ik laat gelijk ook even mijn outfit zien. Dit is de broek die ik bij de Naked Hall had laten zien. De link kunnen jullie in de andere, volgens mij 2 vlogs geleden, in de beschrijving vinden. En dit is een Skims t-shirt. En I'm wearing New Balance Care Casablanca. Oké, guys. Ik ben thuis. Ik ben Spartacus aan het kijken. Ik heb deze serie letterlijk 3 dagen geleden ontdekt. En ik ben nu alweer bij seizoen 2, aflevering 3. Dus ik ga er best wel snel doorheen. Het heeft 4 seizoenen. Ik had vandaag een Halloween dinner bij Noor thuis. Oh, ik was vandaag met haar aan het FaceTime en ik heb Ollie echt gemist. Ollie is echt een mood. Dus ik had het echt leuk gevonden om bij te kletsen. But I couldn't make it last minute. En nu zie ik al hun leuke stories. En I'm like, I needed to be there for Halloween. Ik had wel echt een hele leuke Halloween kostuum. Want we moesten verkleed komen. En ik wou als Tinker wel gaan. Maar ja, jullie mogen buiten. But it doesn't matter. Next year, I'm gonna do it. Ik ga gewoon volgend jaar echt helemaal mezelf opdoffen voor Halloween. Want ik heb dat nog nooit gedaan. And I would really like to do it. Hallo, pretty people. Het is de volgende dag. Ik ben met Rida en Sanne. En wij gaan even lunchen bij A Taste of Heaven. Rida en ik hebben vanochtend lekker gewerkt. I'm so proud of us. En nu gaan we lekker wat eten. Ik heb straks met Jemima afgesproken. Want we gaan naar de release party van Francis en Jonna. Dus daarvoor... Oh, ik vind het echt raar om in mijn oude buurt te zijn. Althans oude buurt. I'm still a girl from the neighborhood. Daar niet van. Maar mensen kijken me dan nog steeds raar aan als ik mijn vlogcamera pak. Alsof ik hun stiekem ga filmen. Oké, guys, ik begrijp echt niet waarom het licht hier bij mij zo belachelijk rood is. Nee, het blijft rood. Ik kan er helaas niks aan doen. Ik heb me omgekleed. Jemima is onderweg. Wij gaan naar de release party. Ik heb een top aan van een Monsieur. Deze legging is van Rick Owens. I know. Hij is heel lang, maar dat is het model. En ik heb roze satin slingbacks aan van Amina Mwadi. En ik ga mijn zwarte bottega tas hierbij aandoen. I just don't get why I'm so red. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Ik lig op de behandeltafel van Lash & Face. Ik ga namelijk de Hair XL behandeling doen bij mijn haar. En morgen gaan we... Morgen gaan we een gezichtsbehandeling doen. Een beetje mijn huid opschonen. But I'm very excited. I'm with this gorgeous lady. Mensen, ik zit in de auto. Volgende dag. Ik heb al heel wat gedaan deze ochtend. Ik ben bij Lash & Face geweest. Ik heb net even de topcoat van mijn nagels veranderd. En ook gelijk een andere kleurtje voor de Friend Youth, hè? Bij Anastasia. Omdat ik toch in Antwerpen moest zijn. Ik heb mijn wenkbrauwen gedaan bij Elnas. Vandaag is echt een dagje door de wasstraat. Ik ga morgen weer lekker sporten, dus daar heb ik ook heel veel zin in. Maar waar ik nu heel excited naar ben, is mijn piercing afspraak hier in België. Marien die stuurde mij het account van een vrouw die best wel goede oorinspo
heeft. En ik wil, ik heb nu hier heb ik 3 gaatjes en hier heb ik er 2. En ik vind een mooie volle oor vind ik wel cute. Alleen ik hou wel van hele fijne kleine sieraadjes. En haar man en zij, die maken dus ook hun eigen sieraden. Het heet Red Roses. Moeten jullie maar even op Instagram kijken in ieder geval. En ik stuurde haar een berichtje dat ik een afspraak wou. En of het mogelijk was om ook gelijk dan, als je hebt gepierst, iets moois erin te zetten. In plaats van met zo'n staaf te lopen. Want ik had laatst wat ik gepierst in Rotterdam. En toen kreeg ik er een staaf in. En toen was het ontstoken. En ik had zo'n zoutwaterspray. En het ging wel weg. Maar alsnog bleef dat knobbeltje. Op een gegeven moment vond ik het zo irritant dat ik het er gewoon uitgehaald. En nu is het weg. Maar ja, ik vind hier toch wel een hele mooie plek. Dus ik denk dat ik het opnieuw ga piersen. Ik denk dat ik hier nog 2 ga doen en hier nog 2. Ik weet dat het eigenlijk niet mag, omdat je dan zeg maar moeite hebt met slapen. Als je op 1 kant ligt, maar aan mederare stiel. Ik kan dat gewoon aan. Ik ga gewoon lekker mijn oren piercen. So I'm very excited. En jullie gaan lekker met me mee. Mijn huid is echt rood. Mijn wenkbrauwen zijn gedaan. I'm getting there. Back to the old me. Who's that? Mijn wenkbrauwen zijn echt donker. Maar dat trekt wel weg. Oké, in ieder geval, ik ga rijden. I catch up with you guys a little bit. See you in a few minutes. Oké, guys, wij gaan beginnen. Ik heb net alles uitgekozen. Ik ga hier een piercing doen. En ik ga een lower helix doen. En we gaan nog eentje aan deze kant. Maar ik laat jullie zo even het eindresultaat zien. Dit is het geworden. We hebben hier bij de Tergus hebben we er eentje gedaan. En bij mijn helix. En we hebben gelijk ook een hele mooie piercing erin gedaan. Dus dan kan ik die lekker omhouden. Oké, guys. Ik ben iets aan het eten met Laura. En wij zijn bij Velvel. En ik heb de flatbread met chicken besteld. Oké, guys. Ik ben thuis. Ik heb na het piercen ben ik even langs Marien gegaan op haar werk. En Laura kwam naar Mariens werk, want ik had een tas besteld. En Marien moest haar moeder afzetten. En Laura kwam die tas eigenlijk afgeven. Die is van Fendi. Die ga ik samen met jullie uitpakken. Maar Marien moest dus mijn moeder afzetten. Want die ging op vakantie. En ik had nog niet gegeten. En ik wist dat ik... Het is nu 9:15 toen ik binnenkwam. En ik wist dat ik dan echt niet nog eten zou maken. Dus ik heb een hapje gegeten met Laura. En ik ga nu de tas met jullie uitpakken. Very excited because I really wanted this one so long. Ik heb de tas uitgepakt. Dit is hem geworden. Hij is niet te groot, maar ook niet te klein. Het is een very cute bag voor overdag. En ook voor in de avond. I love it. Talking about Fendi, guys. Skims komt met een nieuwe lijn. Met Fendi. En normaal zou je echt denken super exciting. Want ik heb met H&M en hun jaarlijkse designer collabs. Vind ik dat ook altijd heel leuk. Sterker nog, ik heb in de rij gestaan vroeger. Voor een aantal van die collecties. En ik heb vandaag de prijzen gezien van Skims keer Fendi. En I was in shock. Het zijn gewoon letterlijk zijn het Fendi prijzen. Dus dan denk ik bij mezelf. Oké, als je het niet betaalbaar maakt. Waarom moeten mensen met Skims keer Fendi lopen? Terwijl je ook gewoon like... Underwear van Skims gewoon kan halen. En kleding van Fendi. Aangezien het toch dezelfde prijs is. Ik had echt verwacht dat ze het betaalbaar zou maken. Dat had ik echt leuk gevonden gewoon. Sorry, ik ga echt niet voor een Fendi keer Skims bodysuit €1000 betalen. Dat is echt bizar. Mom, ik had daar een mening over die ik graag met jullie wou delen. But yeah, that's me. Ik ga me nu omkleden. Ik ga mijn pyjama aandoen. Even douchen. En dan ga ik eigenlijk gelijk mijn bed in. En ik zie jullie morgen. Morgen, everyone. Het is 9:30. Ik moet gaan sporten. Ik had om 9:30 met Dennis afgesproken. Maar ik heb gezegd dat ik 20 minuten later ben. Omdat ik nog 1 Zoom-gesprek had in de ochtend. En nu ga ik lekker sporten. Ik heb een outfit aan van Cabau Lifestyle. Althans de top. En mijn legging die heb ik van Nike. En schoenen Adidas. En ik ga nu lekker sporten. Ik heb er echt weer zin in. Ik ga het allemaal weer oppakken. I'm really excited to do that. En als ik thuis kom ga ik eindelijk mijn PR tafel aanpakken. Zo, dat is mijn planning voor de dag. En in de avond ga ik nog met Amber uit eten bij de Dutchess. Heel veel zin in. Ik heb haar heel lang niet gezien. Dus een beetje bijkletsen. Altijd gezellig. House, girls with the lights out, shining in the candle. Oh, yeah. Oh, yeah.
literally dead. Mijn benen shaken. Zo erg. Ik kan jullie niet vertellen hoe erg. Ik heb lang niks gedaan. Echt, ik denk 2,5 week of zo. Maar ik heb wel cardio in de gym gedaan. Dus ik ben wel... Sorry, ik ben echt buiten adem. Ik ben wel zeg maar bezig geweest, maar ik heb lang niet echt kracht gedaan. Dus ik ben echt blij dat we vandaag mijn benen hebben aangepakt. En het chillen is als je gewoon sport, dat je spieren geheugen hebben. Dus als je het in één keer activeert, dan merk je gelijk het verschil. Maar goed, excuses voor mijn kortademigheid. Ik ga nu naar huis, lekker douchen. Oeh, en wat eten, even lunchen. Misschien ga ik met Ridda lunchen, lijkt me gezellig. Kijk eens wie mijn date is voor vanavond. Look how pretty she looks. All these dollars all around. Dollar dollar bills, yeah. Dollar dollar bills. Carly. Yeah, you've been staring at me. But give me readers. I don't really know how long now. Good morning guys, het is 9:45. Oh my god, ik moest om 9:30 met Dennis gaan sporten, maar ik was om 7:30 als ik even wakker geworden. Toen stuurde ik hem echt een memo. Ik kon echt met moeite mijn bed uit. Ik kan gewoon niet opstaan. Het doet gewoon echt... Ik heb zoveel spierpijn. We hebben gisteren echt... Basil en ik hebben mijn benen echt gekild. We hebben iets van 12, 13 oefeningen gedaan. En dan elke keer 3-4 sets. Ik heb ook pijn aan mijn rug. Ik heb heel lang niet zo'n erg spierpijn gehad. Maar aan de ene kant vind ik het wel lekker, dus... I'll survive. Ik ga zo lekker LPG doen bij Leisure Face Clinic om een beetje van die spierpijn af te komen. En bij mijn gezicht voor een beetje glans. Nou, ik ging gisteren boksen. Look at this. Ik heb mijn armbanden er niet afgehaald. Super dom. Maar goed. Lesje geleerd voor de volgende keer. Ik zie jullie zo bij Leisure Face. Ik ga even opstaan. Even een eitje maken. Oeh. Oké, guys, ik heb net LPG voor mijn gezicht gehad. En zoals je kan zien, het gloot gelijk, so I'm very happy. Ik ben nu met Rabia even een bagel eten bij Bagels & Beans. En ik heb mijn koffie al. En het is echt huge, die mokken. I mean, this is my hand. Het is echt bizar, het is echt huge. Ik heb een tonijn bagel met gesmolten kaas. Dus een soort tuna melt. I never eat rode ui en kappertjes. Ik vind dat gewoon niet lekker. Oké, guys. Nadat ik bij Leisure Face ben geweest, heb ik even een bagel gegeten met Rabia. Ik heb me omgekleed. I'm echt dying. Ik ben nu pas een beetje af van mijn spierpijn. Sweater is van Danielle Guccio. Topje hieronder is van 032C. Oh, wacht. 32 degrees volgens mij. Deze legging is van White 3. En mijn Yeezys. Ik ben vandaag uitgeput. Ik ga nu naar Antwerpen. Want ik moet een ketting ophalen. En daarna ga ik even een hapje eten. En dan kom ik naar huis. So my day is filled. Like a bitch is tired already. I really like your body. I really wanna get naughty. I think you're such a hottie. Slow dancing in the... Oh, guys. Ik ben thuis. Ik ben zo moe. Ik kan gewoon mijn armen niet echt meer bewegen of zo lijkt het wel door het sporten. Ik moet wel zeggen, mijn spierpijn bij mijn benen is al praktisch weg. So I'm happy about that. Vandaag heb ik even mijn gezicht gelaserd bij Leisure Face. Vandaar dat ik nog een beetje rood ben. Ik wou er ook niet echt foundation en zo op smeren. Because I never do that after I get treatments. Maar ik heb met Marien afgesproken vandaag in Antwerpen. Omdat ik nog een ketting moest ophalen. Look how cute. This lightning doesn't do it any justice. Maar dit is een naamketting met diamantjes en wit goud. I really like it. Ik ben al goed begonnen met mijn kast gisteravond al. Opnieuw in te delen. En ik heb echt een hoop kleren daar. Die ik weg ga geven. Dus in principe ben ik echt goed op schema met mijn leven. I'm very proud of myself. Thank you guys so much. Wat hebben we eigenlijk daarna gedaan? Oh ja, we zijn wat gaan eten. Daarna hebben we een toetje gedaan met Jennifer en haar zus. En hun zijn eigenaressen van Karat. En daar heb ik deze naamketting ook van. En nu ben ik thuis. En ik heb deze tas even opgehaald bij Laura. En Laura is een personal shopper. En zij heeft deze voor mij kunnen scoren in Parijs. I'm really happy about this Balenciaga bag.
Ik vind hun hele nieuwe collectie aan tassen it gewoon. So I'm really loving it. En net op tijd voor mijn trip. Oké, guys, ik sta in mijn badkamer. Don't mind de uitgelopen mascara. Ik heb net mijn gezicht gewassen al met de face wash van Clean Glow. De strawberry jelly one. Die is super mild en is best wel chill. Omdat ik vandaag mijn gezicht heb gelaserd. Terwijl ik gewoon een hele milde face scrub. En altijd double cleanser. My favorite. Ik kan er niet over uit. Zo'n zachte, fijne scrub. I love it. Ik ga dit heel even afspoelen. BRB. Ik moet nu alleen eigenlijk nog mijn mascara eraf halen. En dan ben ik best wel clean. Ik weet niet de laatste tijd, mijn huid. Ja, ik ben nu echt rood door het laseren. Maar mijn huid is like... We're going on a good roll. Say mashallah alsjeblieft. Ik ben er echt blij mee. De producten die ik gebruik van Clean Glow. Sowieso heb ik een kortingscode. Dat is namelijk Selma15. Jullie weten zelf. I got you guys. En dat kan je gebruiken op alles. Maar ze hebben ook bundels. En dan ben je goedkoper uit. De face wash. Deze scrub. En de masker zijn de Fix My Pore ones. Ik wil eigenlijk echt een maskertje opbrengen. En toen dacht ik, misschien toch niet zo handig omdat ik vandaag heb geleverd. So I'm a pass for tonight. Je hebt dus verschillende bundels. En ik zet een linkje in de beschrijving. En dan kunnen jullie dat checken, obviously. En als je geen bundel wil kopen en enkel een product, kan dat ook. Because your girl hooked y'all up. Voor vanavond ga ik voor een olie. Puur om mijn huid iets meer te hydrateren. En zodat het morgen lekker gehydrateerd aanvoelt als ik wakker word. En niet trekkerig. Olie altijd in je handpalmen, guys. Verwarmen en dan... Zo. Dus vandaag had ik weer een hele inzinking met mezelf. Oké. Okay. Dus ik ga even tegen jullie praten. Terwijl ik mijn olie lekker aan het inmasseren ben. Maar er is iets wat ik echt even wil aankaarten. En puur omdat ik ook mega trots ben op mezelf dat ik gewoon zo ben. Is het feit dat bij mij... Kijk, ik snap dat iedereen over mij een mening heeft. Want ja, best wel makkelijk doelwit. I mean, hello. Het enige wat mensen tegenwoordig te zeggen hebben is... Oh, je kleed je echt te strak. En vind je dat een moslima zulke kleding moet dragen? Nee, dat vind ik niet. Doe ik dat wel? Ja, is dat een struggle? Af en toe hier en daar voor mij absoluut. But we're going on the right direction. In plaats van mij te applaudisseren... komen mensen mij heel nadelig bekritiseren. En daar ga ik dan weer niet goed op. Maar I never pretend to be someone I'm not. Ik ben altijd, vind ik, naar mijn kijkers toe vrij eerlijk geweest. En daarom is er of een groep who writes or die for me. Of een groep, ja, die een beetje neerbuigend naar me kijkt. En ja, quite frankly, y'all can suck a dick. Because I don't really care. Buiten dat om, kijk... Ik begrijp dat sommige mensen nog een citaat van 15 jaar geleden naar boven willen halen. Maar ik ben een beetje er, I'm over it. En honestly, wil ik ook benadrukken dat ongeacht wat jij doet, wie jij bent, wat mensen, wat willen jullie precies eigenlijk? Dat ik niet bid? Is dat wat jullie willen? Kijk, ik vind ongeacht wat je doet, wie je bent, ik vind dat bidden, en vooral als je zeg maar moslim bent, vind ik gewoon belangrijk. En daar blijf ik bij. En... ja, ik rook geen shisha. Ik drink geen alcohol. En dat zijn wel allemaal dingen waar ik super trots op ben. En ik zal nooit hier voor de camera tegen jullie zeggen... Oh my god, ik doe al die dingen niet en stiekem doe ik dat toch. Because I'm not like that. Maar het is wel altijd het makkelijkst om Selma te vuren. Which I also get. Maar het is niet altijd even eerlijk. Dus af en toe moeten jullie een beetje nadenken over wat jullie zeggen. En... Come on. Ik weet dat de meeste mensen die eigenlijk heel aardig zijn of iets goeds te zeggen hebben, vaak de mensen zijn die geen comments achterlaten. But in this world of bad people, we need people like you. Maar goed, ik wou dat nog even meegeven. Never change for no one. En doe je ook nooit anders voor. Want ik zeg je eerlijk, weet je wat het chillste is aan zeg maar de waarheid spreken? Dat je niet hoeft na te denken. Als je liegt moet je echt nadenken. Het klinkt misschien cliché, but it is like that gewoon. En ik ben ook niet echt de type die dingen aankaart of roddels over haarzelf uit wil leggen. Because quite frankly, I don't give a fuck. En dat is misschien heel grof, maar ik denk dat dat meer een verdedigingsmechanisme is die ik heb opgebouwd door de jaren heen. Dan dat dat grof bedoeld is.
En ik vind, ergens vind ik die... En ergens vind ik het gewoon fijn. Als ik heel eerlijk ben, dat ik dat op deze manier heb. Nee. Ik wou gewoon een one-on-one geven voordat ik naar bed ging. Ik ga nu X-lash opdoen, obviously. Ik heb net een lipmasker op. Deze is van Laneige. Dit is de sleeping mask. Don't mind de rode vlekken, guys. Dat is gewoon warmte van de laser. Voordat jullie afvragen, oh, maar waarom komt het dat je huid zo rood is? Het is de laser. Dat direct morgen is al helemaal weggetrokken. Dus dat is super chill. Ja, dat was het eigenlijk. Dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor het luisteren naar alles wat ik te zeggen had. You real one. En ik ga lekker mijn bed in. Ja, dankjewel voor het kijken naar de vlog. Dankjewel voor het luisteren naar alles wat ik te zeggen had. Ook al stond je daar niet op te wachten. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei! Onder zoveel dagen reizen voor die acquisitie. Planning, marketing, ik heb die eerste klaspositie. Independent kom ik hard regeren als Khaleesi. Maar alsnog wil ik mijn mensen blessen als